echt samen met de heer Mees Dix. Wij hebben al net een hele fles wijn achterover getikt. Jullie kunnen je ook aansluiten. Check even het linkje in de beschrijving. Als je daarop klikt, dan moet je dat laten doen en dan bent u welkom. Proost. Oh, gruwelijk, hoeveel keur. Heer, de wijn is al op. Ik kan het dus. Zullen we anders lekker een nieuw flesje? Ik kan het. Huh? Ik kan kakkers niet doen. Je bent te lomp om het kakkeraccent te doen. Gozer, zullen we anders een lekker. Nee, dat kan niet. Deze vereniging deze dingetje is. Dingetje was een kusje groei. Hey, deze vereniging is multicultureel. Je weet het. Nee, jongens, kijk onze stilo's even dan mee. Hey, lichte broek, kooltrui, kijk mees. Hey, zwarte broek, chachi boy trui. Dit was al op hoor, dit was niet van vandaag. Dus het zou wel lekker opstaan zijn, maar. Rosso, Umbria, Indicazione, Geografica de Tipica. Dat is das Lamborghini wijn. Lamborghini wijn. What's up, Bob? Ja, hoe gaat het? Hey, goed. Bobby, we missen je maat, we wachten op je. Ja, ik bel hem om, ik vertel hem wel eens. Hoe was hier dan? Hoe was Bobby hier maar ook? Hij zou het heel leuk vinden. Hij kan die ook even een persoonlijke excuus. Oh nee, is er geen excuus voor nodig, maat. Family first, bro. Maar kom je niet echt koffie doen? Hier? Anders kom ik niet meer helpen. Dus ja, maar ja, het is 2:30 en ik moet wel mijn vlog zo in de render gooien. Anders dan komt hij te laat. Dus zeg even tegen je oom of binnenkort langskomen, gezellig. Oké, is goed. Is goed. We doen de groetjes. Yo. Bobby moest eigenlijk al 1.5 uur geleden hier zijn. Want die loopt natuurlijk stage. En hij zei, joh, ik heb een probleempje, ik moet mijn oom helpen. Ik zei, joh, ga lekker naar je oom, die woont hier om de hoek. Family first, die weet toch. Dat is toch geen probleem? Family first, Abby! Mees kan een luchttoeter nadoen. Hey, daar hebben we more, Waar is die? Ik hoor hem op, Big Boy Bobby! Hoe is het, maat? Ja, goed, maat. Give me that box. Alles goed met je oom? Fuck die box, bro. Ja, hey. Goed, ja, alles gelukt? Ja, ja, stom, ik oplossen, dus is gelopen. Goed bedrijf, aardige mensen. Ja, wat was er aan de hand dan met je oom? Ja, de kozijnen waren verkeerd geplaatst. Dus de order klopt niet helemaal. En, dus jij ging helpen? Family first. Ja, dat is niks. Had je ook nog stepsister erbij? Hé, hey, mee, zit jij dan vast, zie ik? Ja, man, in de bread. Oh, moet iemand je komen helpen? Hé, hey, Bobby, je bent best met je touw. Ja. Hé, hey, maar hey, misschien moet Bobby even komen helpen, because you're stuck, bro. Hij snapt hem niet. Oh, wait. Hij zit vast, Bobby. Help hem, Bobby. Help hem. Bro, hier steekt je pan in zijn rol. Je meest bukkip. Step, bro. I'm stuck. Wait. I never forget you. Ik maak hier mijn lappie even mijn edit af. De mannen spelen even snel een potje FIFA. Dan gaan we naar Shahid toe. Oké, jongens. Ik wil powernap, want ik heb bijna niet geslapen vannacht. Wie wil te rijden? Maar wat gaan we dan doen als je gaat op de bus? Ja, maar dat kan niet doorgaan door het weer. Wel een heel leuk idee met de bus, maar het weer staat niet toe. Dus die houden jullie van ons te goed. Garage, sesam open nu. We pakken de wagen en we gaan er van tussen. Nou, ik rijd die auto even naar buiten. Dan gaat Bobby achter het stuur zetten. Die zal chauffeur zijn. En dan ga ik even lekker powernappen. Onderweg naar Chahita Charake. Nou. Ik kan het gewoon niet. Ik ben gewoon te druk. Ook heb ik bijna niet geslapen en ben gewoon mijn hoofd is altijd vol. Het lukt me niet om te powernappen, maar rijdt hij lekker, Bob? Heerlijk. Mees, kan jij even Boef 101 bars opzetten? Even kijken of ik hem nog uit mijn hoofd ken. Ah, sowieso thanks, Maro, joh. Straat is binnen, free koevoet. Kijk, komt ie! Zo hard deze. Oh. Hey! Ik kom met bivak fuck up Bendy, want ik wil niet in detentie. Maar Boebo die zit binnen dus, logisch dat ik hem zie. Klennies bellen op, zeg maar waar moet ik het heen brengen. Vrouw in de buurt zag er net 5, geen tv zender. Sla je deuren in, zolang ik maar kleuren vind. Vak je net een kleine broek, mattie want ik scheur erin. Wat doe man, jij leeft dit niet, we smoken of we stelen wit. Zie ons met een regenjas, brada maar het regent niet. Oefens, Ferry zijn op OV's als het treinstation. En net is slim dat ik nu kip voor je, want dan lijkt jij. Wow. Ik ken hem nog, fucking hard. Je weet wat, toen hij voor het eerst rapte, overal werd hij gemiemd, jongen. Wat goed was dat. Als je een boef besteld op AliExpress. Ja, jij niet zo gekookt, ja. Wanneer een boef een kaaskop had geweest, van dat soort shit, dat was wel fucking gaaf. Dit nummer, dat is ook één nummer, dat is ook hard, jongen. Hoi! Zit hij vast, dan wordt
Zijn moeder in die huis geopend. Hoe dan ook de inhoud van die kluis wordt meegenomen. Mijn zoon was gisteren jarig. Hij weet nog jaren oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger. En die heeft hij ook gehad. Dit blijft de beste muziek hoor. André Haas, echt waar. Oh, kippenvel. Nee, dat Oh, ik wou net zeggen, een klein sprintje voor Bobby. Ik kan bijna niet eens vasthouden. Oh, kun je een poepje? Oh, hey, hey, jullie rijken mij naar uit dat gas in plaats van de jaren 6. Bobby lachen. Dit is een bekende plek. Deze plek kennen wij. Die kennen wij. Eens even kijken of we Mr. Kunstgebied kunnen vinden. Oh ja, daar zit hij, daar zit hij. En hij filmt alweer hoor. Hey jongens, luister dan. We zijn aangekomen bij plofkraakpand. Hey, wat is dit? Ik ben een vlogger, Mattie. Dat moest je open doen. We zijn met R6'je, maar we komen plofkraak plegen. Je weet toch? Je bent zo normaal gebleven. Ja, jij dan met je Gucci petje. Wat zit er op je hart? Dus Armani. Wat trouwens ook wel leuk is, is dat Shahid is bezig met een heel groot stuk nieuw bijbouw. Hoeveel vierkante meter nou, zei Shahid? Wat erbij komt? Nee, 1000 meter. Er komt 1000 vierkante meter bij. En de verf van Davy, van maatje Davy zit erop. Heerlijk, swipe op. Hier beneden, zeg maar. En hierboven. Dat wordt allemaal showroom dit. Oh, serieus, ik wil echt hier omhoog lopen. Dit wordt allemaal showroom? Ja. Mijn home man. Hij blijft maar aan, als je ziet. Met zijn ideeën, zijn uitbreiding en bedrijven. Een soort van alles wat ze hier hebben dus, dat zit in mijn huis. De helft van mijn huis is tegelipo. Oh, dit wordt wel gaaf hoor, Shahid. Ja. Maar dat wordt, hoeveel vierkante meter was de oude showroom dan? 700. Zo, dus jullie verdubbelen eigenlijk dik. Ja. Dit zijn ongeveer, kijk dan, het is 700 meter boven de hele. Bijna 2000 kilometer. Totaal. Gaaf, maat. Ja, moest ook wel, man. It's looking good. Zakken goed. Okay. Echt big. Hey! Hey! Dat is mijn schilder. Filmen. Ja, ik zei het net nog. Ja, kijk. Van Davy, hè. Zit ook in mijn huis. En anders niks. Een schilder zonder kwaliteitsverf is natuurlijk geen schilder, jongens. Dus ik heb deze gekregen van ook het vriendje van Bob. Dus als jullie goede verf nodig hebben, heerlijk, swipe op, jongens. Alle kleuren wat je wilt. Dit was een miljoenen kleuren, hè? Miljoenen. Ja, in één keer gewoon jij. Hey, die heb ik. Deze pikman in mijn badkamer beneden. Deze tegels. En deze, je ouders. Oh nee, niet deze. Dit was. Ik wou zeggen, she know your shit, hè? Zit er al 10 jaar in het vak. Deze. Ja. Echt? 100%. Hebben wij deze? Ik even. Dus dat kan ook. Terwijl je de bidet aanzet op je hol. Double trouble, extra satisfying. Wow, het is echt groot. Leuk om te zien. Kijk, daar loop je dan echt door, zeg maar, weer naar de nieuwe show. Of de oude show. Wow, dit is een gave tegelmaat. Ja, groen. Doe je ook aan vervangen? Vervangen? Ja, dat je even mijn huis opnieuw doet. Nee, groen. Tering, dit is mooi. Wauw, die koof. Met die soort andere tegeltjes er tussendoor. Nee, weet je wat je eigenlijk in je wc beneden moet doen, gaaf? Ja, nou, voor Swipe Poppy zijn ze welkom hoor. Mooi, ik vind het zo mooi. Het is ook mooi, gast. Jij hebt ook mooie spullen, het is gewoon zo. Ook al kreeg ik allemaal gratis voor Swipe Poppy, je hebt gewoon mooie spullen. Dit is fout, hè? Oh. We bring Dubai to the Netherlands. Hashtag Mobicep. En dan, nu is het tijd om iets met popcorn te gaan doen. Popcorn time, baby! Moet je eens kijken. Hey, We hebben popcorn. Hey, Milana! Ik weet niet hoe ik film. Hoe is het daar? Ze zitten tussen de airbags, jongens. Dus als er nu een ongeluk gebeurt, Milana is gewoon safe en anders niks. We hebben ook een hele achterbak vol met popcorn. Shahid heeft een heel groot bad in zijn badkamer thuis en die gaan we helemaal vullen. Maar ja, je moet wel eerst even schoonmaken. Een beetje vieze bad. Spoelen hem niet na altijd. Oh, dus er zit nog een stukje tarrel in en zo. Ja, tarrel, bruisballen. Ik hoop niet dat Samantha erbij zat, want dat wordt alleen maar erger. En dit is bijna over datum. Bijna. Dus nee, dat is over datum hoor. Oh. 15/4/2021. Oh, het is echt over datum. 15/4/21, ja. Onder een gemeenspraak kan je nog eten. Je kan het gewoon eten, maat. En of je daarna met een laxerend poepertje op de wc zit, dan kan je weer wachten. En we zijn bij Shahid thuis. Milana, wil jij mee eens laten schrikken? Gewoon iets, maar niet uit. Gewoon een bakkie. Ja, of papa. Nou, hoe dan? Doen wij ook precies?
Nee bro, dankjewel. Hoe wil je het doen dan? Anders ga je met Bobby, pak je een emmer water, koud, en dan gooi je ze over ze heen. Ja? Hé, die luilakker zit alweer in de jacuzzi hoor. En dat is warm. Oké, Gio gaat strijken met de eer. Hey, laat Milana wel een beetje meedoen, ja, vindt ze leuk. Milana, kom, ga je broertje helpen? Of ga je kijken? Ga je kijken? Hé, hey Gio, je moet wel vol rennen en gelijk gaan, hè, maat. Oké, Gio, rennen. Vol gooien. Is het koud? Ja. Oké. Ik zat op de camera te kijken. Shahid is altijd voorbereid. Altijd. Hey, beter dat jij daar niet stond. Als hij mij even niet hoort of ziet. Ja. Die gas is scherp, dat is echt zo, hè. Ah, piek, zei je. Hey, als je mij uit het oog verliest, ben je gelijk scherp. Ik zat daar te editen. In één keer was je weg. Ik kijk op de camera, ik zie jullie met de camera zo omlopen. Ja, ik zie alles, jongen. Thank you, camera. Is tof, hè? Gio, niet doen! Ah, je zak hangt er onderuit. Hey, jongens. Jullie hadden een handdoekje nodig, toch? Ja. Geef maar, Milana. Gooi maar. Oeh, hey! Deze man heeft weer geluk. Jullie gaan nu een ander bad in. Poppen! Oh my god! Hey, we hebben maar twee zakken. Oh, net zo niet. Oh, moet eens kijken. Maar één ding weten we allemaal, jongens. We hebben hier grote zakken. Ik kreeg er voorheen op mijn rug. Maar wie heeft hier de grootste zak? Nee! Hey. En wie is de grootste zak? Doei! Nee, oh, dankjewel. Meens! Is jouw haar gemaakt van mais? Dat is aardig gepoft inmiddels, hé. Ja. Ik denk dat dit zo raar gaat voelen in een bad met popcorn zitten. Maar is het zout of zoete? Want als het, zoet is en mees gaat erin zitten naakt, dan wordt het vanzelf zout. Ja. 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 Mees. Hoeveel zitten er in zo'n zak? Weet jij dat? Nee, dat weet je sowieso niet. Huh? Je hoort het lucht ontsnappen. Zie je, dat gaat niet. Hé, hey Milana, ga jij eens in zo'n zak zitten dan? Nee. Jij kan er ooit in zitten hoor, zo weet je. Nou, zak nummer 1. Tro. We laten het maar. Holy moly. Oh, Luciano, ga jij erin liggen? Gooi wij een zak op je hoofd. Met Milana, ga maar met je zusje erin. Doe je schoenen uit in de wagen. Ga maar wel je schoenen uit doen, want dan kan je nog eten. Nou, chipje erbij. Ja, is het lekker? Hey Luciano, weet jij dat jij ook om op te vreten bent? Wist jij dat? Oh, even schoentjes uit. Ik ben benieuwd wat zijn reactie wordt. Oh, heb je het leuk? Kijk. Ik vind het helemaal leuk. Dit willen wij eigenlijk ook niet, maar dat kan niet, zeg maar. We zijn te groot voor, ja. We willen ook eigenlijk gewoon gillen en in bad liggen. Maar dat soort geluiden maken we eigenlijk de hele dag, of niet? Is het lekker? Nee. Nee? Wel in bad blijven. Ja, twee is al genoeg nog. Of hebben ze al voldoende, ja. Hij zit vol al. Komt nog een lading al, jongens. Oké, komt ie, Luciano. Die Luciano, joh, je hebt de tijd van zijn leven. Milano, hoor ze krijsen, joh. Jullie gillen exact hetzelfde. Hier, nog een zak. Oh, wat goed. Nu bad dan. Zo, dan wordt het een rotzooi. Dat moeten we echt niet hebben hoor. Ah, dit is toch goud. Ik kijk hier echt naar van, ik had nu die leeftijd willen zijn. Want eerst je fantasie en je enthousiasme op een ander niveau. Twee. Oh, dat is nog best hard. Hij vindt het helemaal geil.
Nou! Nou lieverd, gaan we samen naar boven? Ja, hier heb jij de trilwijk. Nou wacht, ik heb nog iets leuks. Kijk hier. Dit is een lekker bruisballetje voor hem. Een bruisbom? Of een badbom? Maar ik ben gewoon dat hij afgaat. De bombuik. Au! Ja, doe! Ja, mag even, vriend. Oeh, ik ben een stuk zwaar. Oei, jong! Oh, je moet je even ingraven, man. Ja, ga gewoon hier liggen dan. Ja. Oh nee. Ja, meester is een badmeester. Een sexy badmeester. Oh, het steekt hoor. Ga hier dan liggen? Ja, ik kom niet dieper. Wacht, we gaan een challenge doen. Als het bad leeg is, mogen we eruit. Ja, dat doet het meestal niet mee, hoor. Is niet eerlijk. Kom op. Ja. Zo. Oh, verdomme, die doet de kraan aan. Oh, doe de kraan aan. Bluf dat je hem opeet. Nee, dat is heel raar uit. Bluf dan. Nee, doe niet. Want dan denken mensen in de video die knippen dat stukje rij dat ik zo zit. En dan denken ze dus heel raar. Ja. Ja. Ik moet zeggen, als je iets kunt gebeurt uit, het is best lekker. Ja, wow, hoe was het er bij jou in? Kijk nou. Je hebt een banaan pas op de zesje. Hé, dit, ik had verwacht dat het veel lekkerder zou zitten. Je komt er amper in. Kom maar je kan zitten. Wel gewoon recht zitten, toch? Kommetje! Oh. Ik zie het al voor me hoor, dag je spa zo. Het is zo niet comfortabel. Het steekt echt gewoon in je huid. Maar het is wel lekker. Hey yo, we zitten in bad. Ik heb popcorn inmiddels in mijn gat. Het smaakt heel erg lekker. Dom slaapt altijd, dat is een wekker. Milana is wel aan het voeren. Milana is me aan het voeren. We kunnen in de... Oh, we gaan naar de hoeren. Ja, we kunnen in die popcornje roeren. Kom dan, hard. Gooi hard. Ah, oh. Oh, Milana en ik, we zijn getroffen. Auw. Oh. Auw. Oh. Oh. Ze worden jammer zo slecht opgevoed. Waar zijn de kanten? Auw. Het isoleert ook goed, het is fucking wacht. Oh, mijn zak, Luciano! Ik wil eruit! Pas nou op! En mijn camera is niet helemaal vies! Hey, kijk eens hier! Hey, Milana, je hebt me gewoon letterlijk een bloedneus geslagen! Oh, wat? Ja, hij doet best wel pijn. Popcorn met ketchup! Lekker! Hey. Mijn camera is helemaal vet, ik ga hem even schoonmaken, wacht. Oh. Ik zit helemaal onder de kruimels, we hebben even snel opgeruimd. Ik kriebel overal. We gaan weer terug naar mij toe. Het is tijd om even lekker te gymmen met z'n drieën. Shahid die gaat met deze wagen gaat hij peuken halen. En dan gaat hij roken naar zijn nest. En je hebt daar, hier daar staat Virginio of Luciano in het raam met zijn man. Hij staat te zwaaien, kan je niet zien denk ik. Doei! En dit keer rijdt Mees terug! Yes! Oké, jongens. Tijd om die hele toko af te breken. Mees is al begonnen. Bobby gaat ook gezellig mee gymmen. Kijk, hij is undercover. Je weet toch? Je weet hoe we die dingen doen. Pompen die techno aan en breken die hele techno! Ik hoor van pliep. Check, als ik check, stel nou dat van de sterf deze in de kou kon zagen. Zou je dan nog leven? Zou je dan nog leven? Schatje.
Ik heb mijn kaal gestroken voor jou. Mag ik nu een kontje naar koel? Moet je allen. Heb je al gezegd trouwens dat Jure er is? Nee, Jure is er jongens, wat was dat? Morgen hebben we een leuke dag voor de boer, later! Bye. Zo, een beste dag geloof ik voor mijn gevoel. Veel gezien, veel gedaan, veel gebeurd. En ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik in ieder geval wel. Morgen staat er weer een hele vette dag gepland. Super veel zin in, ik hoop jullie ook. Wees erbij morgen om 5 uur. En vergeet niet te abonneren. Dames en heren, heel bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later! Doen, ik ben aan het filmen. Je bent aan het filmen, vriend. Doen. Waarom film je?